Hallo kijkers, en tof dat jullie kijken in deze goed nieuwe video. Zoals jullie nu zien ben ik nu aan het mijnen en ik vond hier diamonds, maar die diamonds ging ik nog niet hacken, omdat ik eerst nog wil wachten tot we fortune hebben. We kunnen nog geen fortune hebben, omdat we nog geen sugarcane hebben voor boekenkasten. Ik was hier even aan het mijnen voor wat extra resources. Straks gaan we ook even bezig zijn met een farm, zo'n XP farm. Ondertussen was ik hier nog even heel erg bezig met mijnen. Vond ik hier nog wat lava. En dan kwam ik uit op een cave. Ik zocht hier even de cave. Alleen, helaas was die cave niet zo heel groot. Ja, hier was dat was alles van de cave. Ik weer terug en dan ging ik de andere kant even op mijnen. Hier vang ik nog eens diamonds. En dan ga ik hier naar boven. En dan gaan we zo weer beginnen aan farm. Het is een zombie farm die ik ging omzetten naar een XP farm. Het is nu ondertussen de zombie farm geworden en is nog niet zo heel erg goed, want ik moet nog steeds een zwaard gebruiken om de zombies te kunnen verslaan. Ik moet nog eens zien of ze iets nog eens kan dat ik nog iets kan maken waardoor de zombies naar beneden vallen. Ondertussen kijk ik hier ook nog wat wortels en die had ik nog niet. De wortels die ik nu heb kan ik ondertussen hier al planten en dan heb ik eindelijk ook iets waarmee ik de varkens eten kan geven. Goed. Wat ik in deze aflevering ook nog wil doen, is een kelder maken. En die kelder komt gewoon hier. In deze kelder wil ik gewoon een kistenkamer gaan maken. Lijkt me wel een goed idee. Ik ga hier nog wat hout hakken, want ik ga heel veel hout nodig hebben. En vooral veel grote bomen. En hier zie ik ook nog een gat dat ik even moet opvullen. Dat is het gat van de kelder. Oké, ik zie daar in de verte nog spruishout. En ik had nog helemaal nog geen spruishout, dus ik moet ook zeker saplings bewaren. Ik wou ondertussen ook nog even deze mansion even bezoeken. Maar dan... Surprise! Werd ik al meteen ontvangen door zo'n manneke en dat was ik best even vluchten, want die zijn heel gevaarlijk. Zo ging ik hier verder bouwen. Ik ging eerst van die houten pilaren plaatsen.
En dan tussen de pilaren ging ik nog kisten zetten. Dus hier ging ik dan nog een crafting table plaatsen. Nu is het tijd om alle kisten te plaatsen. Dus deze kelder wordt ons gewoon opslagruimte. Zo, dat zijn alle kisten die nu geplaatst zijn. En het is nu nog tijd om de vloer aan te leggen. Dus ik voel het hier even nog over mijn hout. Aan de randen ga ik hier nog wat stairs plaatsen. En hier nog wat vullen met logs. De binnenkant ging ik zo'n schaakpatroon doen. Met beurswood en gewoon ook wood. Dus even nog alles opvullen. En dan is dit dan even de kelder geworden. Ik ken nu nog even de nether in. Omdat ik even wat glowstone wil verzamelen. En daar zie ik al glowstone. Nog alleen daar zien te geraken. We zitten niet echt met de meest veilige spawn in de nether. Tijd om glowstone te verzamelen. Even een platformpje gemaakt zodat het iets veiliger is. Zo is wel even genoeg glowstone voor nu. Nu is het tijd om terug te keren naar huis. We moeten gewoon oppassen voor die magma cubes. Met glowstone ben ik van plan om even in de kelder te plaatsen. Ik wil die zo plaatsen hier. En dan dacht ik om dit zo te doen. Nee. Gewoon glowstone naar boven plaats. En misschien ook de achterkant even opvullen met hout, want je kan er nog een beetje doorkijken. Ik even aan al deze kanten glowstone plaatsen. Ondertussen kunnen we ook al de border niet meer zien. Dus dat betekent dat de wereld al flink gegroeid is. Dus nu aan alle kanten plaatsen dit. Of ik heb ook nog een idee om trapdoors te maken. Als ik dan over de dingen plaats, de glowstone. Even kijken hoe dit eruit gaat zien. Oeps. Of we kunnen ook gewoon een hele rij zo doen. We kunnen misschien zo doen. En dan hier aan de hoeken gewoon één blok of zo. Dan hier nog trapdoors plaatsen. Ik weet niet of dit er ook goed uitziet. Ik ben gewoon een beetje aan het experimenteren. Misschien de rest allemaal opvullen met die slabs. Voedsel is op dit moment geen probleem meer. In aflevering 1 was voedsel een heel erg groot probleem. Maar het probleem kon nog dus een beetje kunnen oplossen. De koeien kunnen nog eens eten nu. Het is een beetje vol het koeienhek. Dus ik moet het in de toekomst nog uitbreiden. Of een paar koeien afslachten. Oké, nu is het tijd om dit even allemaal op te vullen. Weet je wat? Ik denk niet dat ik met deze blokken toch moet gebruiken. Mijn idee is om gewoon even aan deze randen logs te plaatsen. Ik weet niet of dit er goed gaat uitzien, maar het is gewoon om te experimenteren. Zo, en dit ziet er niet verkeerd uit al zeg ik het zelf. En dan moet ik even denken, ik kan er kiezen om oftewel zo nog te doen. Nee, dan heb ik toch liever niet. Mijn volgende idee was om te kijken of spruishout hier nog bij past. En dan doe ik het dak gewoon van spruishout hier. Ik hoop dat het hier goed gaat bijpassen. Zo ziet de kistenkamer nu momenteel uit. En ik denk dat ik deze randen, aan deze randen toch gewoon dol in deze randen gewoon logs ga plaatsen. Zo. Goed, dit is nu momenteel onze kistenkamer. Ik denk dat ik offscreen hier ook even nog verder kan aanwerken. Een paar dingen misschien kan veranderen. Dan ga ik nu even nog eens de wereld verkennen. Ik wil daar die kan nog wat meer verkennen. En ja, de boter is daar al. Oh yes! Sugarcane! Dit hadden we heel erg nodig. Oké, ik neem meteen wat sugarcane mee. Dan kunnen we binnenkort gaan enchanten ook. Want dan hebben we nu alles ook om boekenkasten te maken. Ja, waar maak ik de sugarcane farm? Dus hier zie ik dan tijdelijk kunnen sugarcane farm. Dat het hier wel een goed einde is om de aflevering af te sluiten. Dus we hebben in deze aflevering een begin van een XP farm gemaakt. We hebben een kistenkamer gemaakt. En we hebben nu ook eindelijk sugarcane. Dus heel wat progress weer. Bedankt voor het kijken naar deze video. En dan zie ik je terug bij een volgende video. Doei doei.